Ik denk, in verband met journalistiek en de macht, er is een mooi voorbeeld, en dat is de fameuze Bob Woodward. Dat sommigen gezien nog steeds in de media als zijnde het grote boegbeeld van de kritische, diepgravende journalist. Nou kijk, en Bob Woodward had in die periode een boek geschreven hoe dat George Bush Jr. toch zo'n diepgelovig man was die het echt goed voor had met het Amerikaanse publiek, met de Amerikaanse samenleving, met de wereld, bla 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 bla. George Bush de heilige. Nu, Bob Woodward, die werd erop ondervraagd natuurlijk, en dan gaf hij toe, ja, zegt, ik heb dat boek feitelijk geschreven in de hoop zo primeurs te kunnen krijgen van het Witte Huis. Ja. Alsjeblieft. Ja. Dat toont perfect de corruptie aan die er eerst in de journalistiek. Men likt de kont, excuseer de uitdrukking, van de machthebbers in de hoop zo nieuws te krijgen. Want een journalist... Juist, dat is de uitdrukking. Journalisten, je moet dat zo zien, die zijn, als ze op een redactie werken, ja, die moeten nieuws produceren. En liefst zoveel mogelijk en liefst zo sensationeel mogelijk. Dat mag bloed vallen, dat mag tranen vallen. Zeker in een krant als de Telegraaf of het Algemeen Dagblad of bij ons het Laatste Nieuws. En ook in de andere kranten hoor, het NRC, dat is allemaal hetzelfde. En als ze zo'n nieuws kunnen brengen, ja... Dan zijn ze afhankelijk van bronnen natuurlijk. En welke betere bron kun je hebben als mensen die aan de macht zitten? Die weten veel, die hebben veel nieuwtjes, wat die ook waard mogen zijn. Maar dus die likken de kont, de kandeleer, om toch aan nieuwtjes te geraken, om nieuws te krijgen. Ja. Om dan op een goed baantje te kunnen staan bij de baas en bij de uitgever.